Het is bepaald geen straf om op de vroege ochtend door de weilanden van de Aalkeet Buitenpolder in Midden-Delfland rond te lopen. Hoewel bij de bloemetjes en de plantjes de lente nog niet zijn intrede heeft gedaan, is dat toch anders bij de vogels. Je merkt wel dat het nog steeds winter is, want er zijn ook vogels hier zo die alleen maar in de winter hier voorkomen. Maar het voorjaar komt er wel aan, dat zie je. En dan vooral bij de kievit, die heel druk bezig is met het maken van een nestje. En voor de leek, de kievit is makkelijk te herkennen. Het is een zwart-witte vogel die op dit moment als een gek boven het weiland heen en weer vliegt om zijn territorium te verdedigen. Buitelt en op allerlei manieren laat zien dat hij er is. In Nederland gaat het slecht met de weidevogels. In de afgelopen 30 jaar is de populatie gehalveerd. Maar hier in dit gebied, waar natuurmonumenten zorgt dat de waterstand op orde is en dat er een goede samenwerking met boeren is, hier gaat het echt hartstikke goed met de weidevogels. Maar er is wel één bedreiging voor de weidevogels in de polder van Midden-Delfland. De komst van de Blankenburgtunnel, de nieuwe oeververbinding onder de Nieuwe Maas. Die A20 dat gaat allemaal wel met de weidevogels, maar straks als de aanvoerroute naar de Blankenburgtunnel gerealiseerd wordt en er komt een flyover en dat komt hoog in het landschap te liggen, dan verandert hier alles. En dat kan zomaar eens helemaal fout gaan in het reservaat. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Tot die tijd is het nog volop genieten van prachtige taferelen.